Oh, wat maakt. Kijk nou, alles weer een teringzooi hier. Moet je kijken, man. Oh, begint hij ook weer. Mensen. Look at one of your rides. Ja, ik weet het. Remember that not all bap. Mensen, hartelijk welkom bij Sim Team Brookworld. En na de intro gaan we gelijk weer verder aan dit park. En hopelijk kunnen we dit nog een beetje verbeteren. Want iedereen kotst en scheidt alles onder. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Zo, en we zitten hier alweer met het park. En dit gedeelte wordt iets minder bezocht dan het nieuwe gedeelte met de nieuwe attractie, de Aztecs. En daarom staat er ook weer een hele lange rij met vier dezelfde mensen, misschien wel een tweeling. Ik weet het eigenlijk niet. We zien, kijk, en hier ook nog drie dezelfde meiden. Leuk. Oké. Okay. Nou, de dino-karts gaan ook wel aardig zo. Ook een hele gave attractie, wordt te weinig bezocht, vind ik zelf. Maar daar kunnen we misschien later wat veranderingen doen. Ik ga ook even de wachtrij wat aanpassen. En dat doe ik puur omdat ik dit een... Kijk hoor. Hoe deden we dat ook, jongens? There are areas in your park without a mechanic patrolling them. Hoe deed ik dat nou, jongens? Waarom kan ik een wachtrij niet weghalen? Ik weet het niet meer hoe dat gaat. Nou, het gaat even niet meer. Ik weet even niet meer hoe ik het weghaal. Met de lead knop kan je iets weghalen. Misschien kan ik ook dat kots weghalen. Of blijft dat ook? Nee, dat kots blijft ook. Jammer. Ik dacht, ik haal dat pad weg. Dan blijft dat kots. Gaat ook weg. We've got trouble, boss. Alweer? A ride is about to break down. Aztec gaat kapot. Oké, dan kunnen we die repareren. We gaan kijken bij de researches of er al nieuwe winkeltjes. Ice cream shop. Your cleaners could keep the park cleaner. Even kijken hoor, de arcade. Die gaat nog niet zo. Mammoet wild speakers. Even kijken, strong deep statue rock. Parts of the park that don't have a cleaner patrolling them. Kunnen we die man niet even afzetten? Ik vind het fijn dat hij die tips geeft. Maar ik ga gewoon even kijken in het menu. Want ik word soms helemaal gek van die man. Tutorial of advertiser. Advisor of... Oké. Okay. Even geen gezeur van die man. Even rust. Ik vind het fijn dat hij het aankondigt. Maar ik kan het zelf ook waarschijnlijk hier gaan zien dadelijk. Hoop ik. Ik hoop dat het mijn antenne het nog wel aangeeft. En Aztec. Nou, deze gaat rustig. Dit is een rustige attractie, zie je het? Volgens mij gaat hij niet harder. Nee, nou, die gaat mooi. Die gaat rustig aan. Ik zie hier wel weer kots liggen. Dus wat we nu gaan doen is weer wc'tjes even neerzetten. Kijk hoor, een small toilet. Oké, die zetten we daar neer. En dan zet ik nog een small toilet neer. Een beetje chaotisch park dit, maar we hebben een prijs gewonnen. You would win 5000 for selling 30 drinks in de 30 dagen. Ik moet... Oké, 30 drinks moet ik... Oké, dat is gaaf. En hier staat... Prijs 5000. Ik moet een paar drinkjes gaan verkopen. Oh, dat wordt erg hoor, want ik ben benieuwd of ik echt drinken ga verkopen. Maar wat we nou gaan doen is heel snel een paar drinkshops neerzetten. En dan moet in de komende 30 dagen, moet daar dingetjes worden verkocht. Ik hoop dat ze drinken kopen. Oké, ik maak het park ietsje duurder. 50 euro. En dan hoop ik dat de drinken worden verkocht. We gaan eens kijken hoeveel drinks er nog. 21 drinks van de 30. Oh, dat gaat snel. Oké, nee, dat halen we wel. 23. Oh, kom op jongens, haal drinken. Haal drinken. 35, kom op. Yes, we hebben het gehaald volgens mij. De ice cream shop has meer recharges en ik heb $5000 extra gewonnen voor deze, ja, challenge. En de ice cream shop is daarbij geopend. En ik ga eens kijken of we een mooi plekje hebben voor de ice cream shop. En ik denk dat dit wel een heel leuk plekje is, want dan maken we een pad eromheen. En kijk eens, de alles komt eruit. Sugar komt erin. Zo, hoppakee. En we doen gelijk deze. Zo. En de Aztec wordt meteen niet meer bezocht, weet je? Mensen komen erin. Die denken, oké, we hebben hem bezocht. Klaar. We gaan er gewoon niet meer in. Gezeur altijd. Oké. Okay. Even kijken, wat hebben we nog meer? Die aap wordt ook niet meer... Er wordt ook gewoon niet meer naar gekeken. Maar ik weet niet waarom ik dat pad... Ik kan dat pad left click to edit. Ik weet niet meer hoe ik dat deed, jongens. Ik weet niet meer hoe ik dat pad... Kijk, hier heb je dat bommetje.
Kom op weg! Stom pad. Nou, oké. Heb je een pad gemaakt? Kun je hem niet meer weghalen. We gaan eens kijken. Wat wordt er nog meer allemaal ontworpen? Want we hebben hier de Temple of Gloom. Maar dat vind ik niet zo heel erg belangrijk om te doen. Ik zal nog even Rocky Races. Wilt een update? Even kijken. Jurassic Tours. Aztec Mayhem. Dino Cards Jump. Dat was gaaf inderdaad. Voor die Dino Cards kan je een... Oh, dat is gaaf. Die ga ik voor een beetje verder researchen. En dan ga ik deze op wat hoger zetten, zo. Oké, dat wordt gaaf. Let op. Park, waarom staat hij naar beneden, jongens? Wat doe ik niet goed? Ik heb in ieder geval wel 2 tickets. Oh, kijk nou, het zit helemaal vol de Dino Cards. Oké, dat wordt weer goed bezocht. Wel jammer van die kots. Dus dat vraagt om een extra... Even kijken, hoor. De toiletten plaatsen hier nog even extra eentje. En wat ik hier ga doen voor het ijs, dat wordt ook niet zo goed verkocht, zie ik. Terwijl dat wel... Oh, ik klik niet op die ijssalon. Zo. Oké, dat is heel raar. Als ik sommige prijzen omhoog gooi, dan gaat ook zeg maar de local happiness omhoog. En dat vind ik alleen maar fijn. Want zolang mensen blij zijn en ik meer geld verdien... Oké, wat krijgen we hier? Your Dino Card is going to break down. Zie je, het is gelijk weer druk hier en er wordt gelijk weer gezeikt. Jammer, het is wel echt stervensdruk in het park, joh. We hebben nog iets. Your belly broke. Ook alweer. 2 attracties in 1 keer kapot. Hier liggen allemaal kots. Dus wat wij nu gaan doen is weer iemand aannemen voor de huur. Even een goedkoop mannetje. En die plaatsen we als een omgeving. Hier zo. Zo, hij mag hier de omgeving gaan doen. Oké, het park ziet er nou wel netjes uit. Ik zie nog geen pad wat echt heel smerig is. En hier, de wc mag even schoongemaakt worden. Dus deze man, die helpen we eventjes een handje door hem even te verplaatsen hier naartoe. Even kijken, we kunnen hier even een trashcan doen. Waarom is hier geen wc, jongens? Overal moet een wc komen. Smal toilet, zo. En dan plaats ik hier, ik doe die steen gewoon weg. Ik vind dat minder belangrijk, ik vind die toiletten belangrijker. Zo, dan plaats ik even twee en hier nog een toiletje, die moet schoongemaakt worden. En deze man, die is heel lui en die wil waarschijnlijk hier naartoe, naar dit hokje. Deze komt er net uit. Dan kunnen we die gelijk dit laten opruimen. Zo. Zo, die loopt snel, moet je kijken. Damn, die man loopt snel. Ja, die heeft ook natuurlijk haast. Dat kots moet opgeruimd worden. Nou, jammer dat deze man dan net weer langs dit stukje kots heen gaat. Vegen, kom op. Oh, nee. Oh, ik kan niet wachten op die research. Ik ben benieuwd hoe lang dat nog gaat duren. Deze gaat ook wel snel mee, die Aztec. Oké, research, kom op. Dino Cards Jump. Oké, die moet echt sneller gaan. Maar die is volop in de research. En de Temple of Doom, die wordt ook al aardig bezocht. En de Medium Bosje, ja jongens, die hebben we toch niet nodig, jongens. Kom op. Arcade, dat is ook wel leuk. Gift shop? Gift shop, daar mag best wel wat harder aan. Zo, hoppakee. Oh jongens, wat, al die kotsgeluiden. Hier staat iemand in de prullenbak. Oh, die deed er wat in natuurlijk. Oké, hier nog even een mannetje zoeken zo. En die slepen gewoon even naar de kotstukje. Er wordt zoveel troep gemaakt in het park. We hebben wel weer een groen pijltje, dat scheelt. Zo, wat hebben we nog meer? Hebben we nog research of moeten we daar gewoon wachten? We hebben alleen de Laughing Hyena's. Even kijken hoor. De dino's worden ook goed bezocht, zeg. Het is dat je er geen geld voor moet betalen. Anders was het echt keihard. Nou, er gebeurt niet zoveel in het park. Gelukkig houdt die man zijn klep dicht. Die man van die research, weet je wel. Ik weet trouwens nog iets heel leuks. We gaan het park gewoon een beetje anders maken. Kijk, als we nou dit doen. En deze gaan we hier naartoe doen. Dan kunnen we zo weer een pad maken. Let op, ik ga het laten zien. Zo. Kijk, dan hebben we hier alvast 3 wc's in het begin. En dan kunnen we deze wc's hier naartoe doen. Zo. Gaan we het wat mooier maken. Oh, nou, die man mag daar. Zo. En deze verplaatsen we even naar... Even kijken, nog een mooi plekje. Hier zo.
En dan plaats ik hier. Oh, wacht. Dan plaats ik deze. Nou, klik eens goed, Vince. Die verplaats ik hier. Kan dat? Nee, dat kan niet. Shit. Scheiße. Nee, hij moet daar. Maar dat, ik wil hem wat dichterbij namelijk. Daar dan. Oké. Oké, we doen er gewoon twee. Ik doe hier ook gewoon een little bin. Zo. Hoppakee. Oké, dit ziet er allemaal goed uit. Oh, er komt weer een tip. Even kijken, info. Zo'n visser are too scared. Ja, ik weet het. Welke attracties? Deze zijn te eng. Ja, wat, Dino Karts valt op mee. Dat is gewoon een rit in een karretje, zeg maar. Op zijn rollercoaster Tycoon gezegd. Nou, deze meldingen kunnen we weghalen, want die zijn we al, hebben we al gedaan. Oké, deze is kapot. Die moet gefixt worden. Huppakee, dan doen we die ook gelijk fixen. Dit kunnen we allemaal weghalen. Zo, de meldingen zijn weer weg. Het gaat goed, jongens. Het gaat lekker. Het gaat gewoon goed. Leuk park. Kunnen we een beetje upgraden. Kijken wat voor grote plek we nog hebben. Ik wil heel graag die achtbaan dadelijk bouwen, joh. Als we die achtbaan hebben, dan wordt het echt heel awesome gewoon. Oké, we bouwen een leuk pad eromheen. Het is wel een voordeel dat bezoekers niet verdwaald kunnen raken. Stonehead. Nou, ik wil hem best wel plaatsen. Beetje thematisering kan geen kwaad. Dat vinden mensen leuk. En ik denk dat ik nog even, als ik het zo ziet, even een werk... Een iemand aanneemt. Goedkoper. En die geef ik een... Oh. Nee, kom op. Kom op. Sluit aan. Sluit aan. Je kan het. Goed zo. Deze meneer geven een pad. En die mag lekker hier heel de tijd rondlopen. Rond die hele rij. En dan vinden mensen gewoon weer leuk. En dan krijg ik een groen pijltje. Oh, er komt weer een hele lading, jongens. Moet je kijken. Allemaal schoolkinderen. Kijk, die hebben zin om te komen, hoor. Kijk eens. Rennen, joh. Prachtig om te zien. Nou mensen, ik hoop dat jullie het weer een leuke aflevering vonden. En de volgende keer hoop ik dat we weer nieuwe dingen kunnen bouwen. En we wachten natuurlijk nog steeds op die achtbaan. En ik hoop dat jullie de serie leuk vinden. En tot de volgende video in Sim Theme Park World. Tot de volgende keer. Doei doei.